Goedendag, je kijkt naar de weersvoorspelling van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we een gebied met uh, behoorlijk wat bewolking ten westen van ons liggen. Dat is een front en daaruit valt wat regen of motregen. Het front trekt heel langzaam oostwaarts en zorgt ervoor dat de mistbanken in de loop van de ochtend oplossen. Zodra het front gepasseerd is, breekt vanuit het noordwesten de zon door. En daardoor krijgen we vanmiddag vooral in het westen en noorden flink wat zonneschijn. In het oosten en zuidoosten blijft het nog een lange tijd bewolkt en kan nog wat lichte regen vallen. Temperaturen vanmiddag zo'n 7 tot 9 graden. Vanavond klaart het weer op, daalt de temperatuur snel tot rond 2 graden en aan het einde van de avond vormt zich ook weer mist. En komende nacht wordt het behoorlijk mistig en gaat het opnieuw licht vriezen. Morgen lost de mist langzaam op en in de middag is het dan behoorlijk zonnig, vooral de noordelijke helft van het land. Temperaturen lopen uiteen van zo'n 7 tot 9 graden, maar in de mist is het kouder. Donderdag ook nog een fraaie dag, maar aan het einde van de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Dan gaat het daar regenen, en die regen breidt zich vrijdag over het hele land uit. En dat vormt dan de start van een wisselvallige periode, want zaterdag en ook in het weekend is het wisselvallig. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl